Goedendag, mijn naam is Aart van Lek en ik heb een minimaal polynoom in de kwaaltheorie. Als R een algoritme is van f en extensie van q, dat minimaal polynoom m van x is het eerste niet onminimale polynoom in q van x waarvan R een oplossing is. Het is uniek op kost en naam. Voor de wortel 2, als je x min wortel 2 doet, heb je geen polynoom in q, want wortel 2 is geen wel x kwadraat min 2. Dat betekent dat x kwadraat je minimaal polynoom is voor wortel 2. Dus m van x is x kwadraat min 2. Ja. Nu onthoud, uit de opwoording dat q... De graad van q wortel 2 over q is 2. Dat komt overeen met de graad van deze minimale voltrem 2 en 2. I bijvoorbeeld, ja, x min i is geen oplossing, want i is geen q, maar wel x kwadraat plus 1 is oplossing. Dat betekent, uw m van x is x kwadraat plus 1. Voor i is dat x kwadraat plus 1. Opnieuw, qi over q, de graad ervan was 2. Dat komt overeen met de x kwadraat in het geval hier. Ja. Nu voor derde wortel 2... Ja, x min derde wortel 2 is geen oplossing. Ook x kwadraat min de derde wortel uit 4 is ook geen oplossing. Maar wel, x kwadraat min de derde wortel uit 8 is x kwadraat min 3. Dus de minimale veeltrem is x tot de derde min 2. Dus m van x is x tot de derde min 2. Ja, dus je minimale veeltrem is x tot de derde min 2. Ja, en je merkt dus, ja, als je in dit geval de q van wortel 3 gedeeld door 2 had berekend, in de vorige video, ja, over q, had je 3 gekregen, komt overeen met de graad van de minimale veeltrem. Dank voor de aandacht en volgende keer. Bye.